Ilko Havik, persrechter bij de rechtbank in Dordrecht. Het OM eiste 2 weken geleden 7 jaar celstraf tegen Danny D. De rechtbank kwam uiteindelijk tot 3 jaar cel. Waarom? Het verschil is ten eerste dat de rechtbank niet bewezen vindt dat een van de slachtoffers, Lisa, is verkracht. De rechtbank vindt wel ontucht en het bezit van kinderporno, het maken van kinderporno bewezen. Verder heeft de rechtbank TBS met dwangverpleging opgelegd. De rechtbank vindt het vooral van belang dat meneer in een gedwongen kader behandeld wordt. En dat kan ook heel lang gaan duren, zegt de rechtbank. En daarom komt de rechtbank ook tot een lagere gevangenisstraf. De verkrachting van Lisa kon niet bewezen worden. Waarom niet? Nou, Lisa heeft daar zelf in de verschillende verklaringen wisselend over verklaard bij de politie. En meneer zelf ontkent heel stellig en ander bewijs is er niet. En dan komt de rechtbank niet tot een bewezen verklaring van die verkrachting.